Weet je, in een wereld waar DLC ons om de oren vliegt, is het misschien wel interessant om je af te vragen, wat is nou de beste DLC, je favoriete DLC? En ja, met die vraag gaan we zeker door, want dit is Goeie Frag en we behandelen hierin elke week een vraag uit de bezoekers- of kijkerspool. En deze week komt de vraag van Niek Nick, meneer. Thanks voor je vraag, je bent een held. Hij vroeg ons namelijk gewoon heel simpel, wat is je favoriete DLC? Dus without further ado, wat is onze favoriete downloadable content? Goeie Frag. De beste DLC ooit. En nou weet ik dat er gelijk waarschijnlijk in de comments hieronder discussie gaat ontstaan tussen DLC en expansion. Maar deze expansion was te downloaden en die kwam ook uit als in een doosje. Een beetje als The Ballad of Gay Tony vind ik eigenlijk ook DLC, maar ook een expansion. Maar de vetste expansion die ik ooit heb gespeeld is Dragon Age Awakenings. Want Dragon Age Origins Awakenings, dat is de uitbreiding voor Dragon Age Origins. En Awakenings was zo vet, omdat je in Dragon Age Origins was je de Grey Warden. En de Grey Warden is een soort Jedi, maar dan zonder lightsaber, maar wel met krachten om de Darkspawn te vernietigen. De Darkspawn zijn een soort demonische wezens die uit de grond kwamen. Nou goed, die heb jij verslagen. Spoiler, ja, die heb jij verslagen in de originele game. En de Grey Wardens waren uit het land en die waren ook niet, jij hadden geen basis in het land. En in Dragon Age Origins Awakenings ga je de basis in het land van Ferelden weer opstarten. Kortom, je krijgt een eigen kasteel, je krijgt mensen die voor je aan werken. En die hele DLC, die echt meer dan 10 uur duurde, kon je gewoon de Grey Wardens basis gaan bouwen in het land van Ferelden in Dragon Age Origins. En dat vond ik zo vet. En manier. Vaak is het een beetje, DLC is een beetje met de haren bijgesleept, weet je wel. Dat je denkt van, nou, god, was dit nou nodig? Maar dit niet, dit was gewoon heel goed bedacht. Heel uitgebreid verhaal en heel erg functioneel. Top! Genoten van A tot Z. Je kan veel over Nintendo zeggen, maar hun DLC is altijd top-notch. En zo ook bij mijn favoriete DLC, Hyrule Warriors. Hyrule Warriors was zo'n game die toen de tijd uitkwam en je had wel wat personages erin zitten, maar weet je, je had eigenlijk al een sterrencast in de game zelf. Maar Nintendo en Team Ninja besloten om daar toch nog even zo'n schepje bovenop te doen. Kreeg je een paar personages gratis, zoals de villains. Dat is natuurlijk fucking vet. Maar om het nog erger te maken, brachten ze echt steeds met een paar maanden verschil nieuwe personages uit. En tot onlangs nog steeds nieuwe personages, waar onder andere Wind Waker characters, Majora's Mask, Link's Awakening, die nieuwe van de 3DS, Link to New Worlds. Fuck, ik weet niet hoe die heet, maar je weet welke ik bedoel. Link Between Worlds. Juist, Link Between Worlds. En noem het maar op, Skyward Sword, allemaal personages erin die er nog niet in zaten. En die eigenlijk niets met het verhaal te maken hadden, maar toch wel vet waren om in het spel te hebben. En daarbij ook nog nieuwe maps, want je hebt natuurlijk van die mooie maps met van die squares die dan de kaart van het oude Zelda-spel representeren. Waarbij je steeds nieuwe missies moet doen. En om alleen al eens zo'n kaart te vullen, mag je alvast je sociale leven vaarwel zeggen. Want dat duurt zo ontiegelijk lang. En vervolgens dacht Team Ninja, hey, je kan er vast nog wel één gebruiken. En nog één. En nog één. En nog één. Dus als je ooit Hyrule Warriors wil completen, dan wens ik je veel succes. Maar het maakt het DLC niet minder vet. Dus voor mij, Hyrule Warriors DLC is echt love. Ja, mijn favoriete DLC. Ik heb er wel even over na moeten denken, maar ik strandde automatisch al wel een beetje in The Elder Scrolls. Wat niet heel gek is, want ik bedoel, Oblivion had natuurlijk de meest legendarisch slechte DLC door het Horse Armor Pack te introduceren. Dat was €3, kreeg je volgens mij gewoon 3 setjes... bepansering voor je paard die letterlijk niks deed. Was puur cosmetisch. €3. Een van de eerste DLC's die is verschenen op de Xbox Store. Dat was hilarisch. Maar daarentegen had je natuurlijk wel weer Skyrim. En Skyrim had echt fucking goede DLC. Hearthfire, dat je je eigen huis kon bouwen. Wat eigenlijk een beetje het hele bouwsysteem in Fallout heeft geïnspireerd. Je had natuurlijk ook, hoe heette die andere ook alweer? Dawnguard, dat je met vampieren moest strijden. Was op zich best wel vet. Kon je kiezen voor de vampieren of juist voor de vampierenstrijders, I guess Van Helsing een beetje achtig zo. Dat was heel dope, maar de beste was eigenlijk de laatste, last but not least, was natuurlijk Dragonborn. En Dragonborn bracht voor een relatief klein prijsje een heel continent van Morrowind naar Skyrim. Dus het was een beetje, ja, het was wat meer de trippy shit van Morrowind, maar dan aan een aangrenzend eilandje bij Skyrim. Het is helemaal canon-vriendelijk ook. Dat bestaat in de Elder Scrolls lore, dus dat is helemaal prima.
Maar dat stukje DLC introduceerde niet alleen jou als betere Dragonborn, maar ook zeg maar een andere Dragonborn. En dat was gewoon super dope. Dat jij heel Skyrim, de complete game, ben jij de Dragonborn. En dan in één keer word je opgejaagd door iemand die zegt van, maar ik ben de echte Dragonborn. En dat was gewoon, nou ja, die strijd was gewoon super dope. Maar ook het feit dat je skills kon reassignen en gewoon die omgeving. De omgeving in dat stukje Morrowind in Skyrim. Gewoon, weet je, die enorme paddenstoelen weer en al die shit die Morrowind zo vet maakte. Ja, ik weet niet, dat kwam gewoon weer terug. En, ja, ik vrat dat op. Ik heb er trouwens ook nog een losse review van gedaan, echt van de Dragonborn DLC. Gewoon, weet je wel, die game was klaar, Skyrim was helemaal klaar. Iedereen was al zijn verslaving voorbij, iedereen was afgekikt. En toen kwam Dragonborn weer en ja, toen zat ik niet meer in de schoolbanken, maar was ik gewoon weer dag en nacht bezig met mijn staalrim armor maken en paddenstoelen verkennen. En, klinkt eigenlijk echt veel trippier dan het was. Oké, het was tof. Dragonborn, beste DLC, mijn favoriete DLC. Ook al ben ik er niet een heel groot voorstander van. Behalve gratis DLC. Meer gratis DLC, mensen. Koop Titanfall 2, gratis DLC. Nice. Wat is de beste DLC die ik ooit heb gehad? Dat is echt een hele goede vraag. En ik wil eigenlijk iets van MapleStory zeggen, maar ik heb meer het idee dat dat updates zijn dan dat het echt DLC is. Dus, ja, ik vind het een hele lastige vraag. Maar ik denk dat ik toch wel ga voor twee dingetjes eigenlijk. De eerste zijn bij fighting games, toen ze heel vaak, bijvoorbeeld in Mortal Kombat, hebben ze heel vaak hele vette characters die ze toevoegen. Zoals Jason of Predator. Dat vind ik toch wel heel erg tof om daarmee te vechten en dat te zien. Maar het allerleukste, en dit is eigenlijk vloeken in de kerk dat ik het hier durf te zeggen, is toch wel de zombie modus bij Call of Duty. Die DLC vind ik echt tof. Dat is eigenlijk ook heel de reden waarom ik de game haal. Om samen met vrienden lekker zombies te gaan knallen. Ja, ik weet niet of je de nieuwe Call of Duty gespeeld hebt. Ik in ieder geval niet, alleen de zombie modus. Wat je dan doet is je krijgt een teampark in de jaren 80 of 70 is het. En dan ga je in die stijl ga je dan zombies neerschieten. Kit zit erbij van Knight Rider. Die is ook als checked, komt hij naar beneden om mee te helpen. Het is echt fantastisch. Dus ja, mijn favoriete DLC is toch wel de zombie modus bij Call of Duty. Ja, de beste DLC ooit. Ik heb in mijn leven best wel wat DLC gespeeld. Die kan natuurlijk van de afgelopen jaren, vind ik Assassin's Creed 2, de extra sequences, heel vet. De Left Behind DLC van The Last of Us vond ik heel tof. En natuurlijk de gratis DLC van Uncharted 4 en de DLC van Skyrim, maar die heb ik dus weer niet heel erg veel gespeeld. De gratis DLC van GTA Online is super vet, maar ik bedacht me er net eentje. Ik denk dat ik de tofste DLC ooit toch wel Age of Empires 2 The Conquerors vind. Dat is echt super oud, ik denk dat het echt al 16, 17 jaar oud is ofzo. Maar die campaign van Attila de Hun, van El Cid, van de Battle of Agincourt, de Battle of Hastings volgens mij. Al die battles die een beetje worden nagespeeld, die verhalen zeg maar. Dat was voor mij ook heel erg leerzaam. Ik denk dat ik het daarom heel erg tof vond. Dat ik dacht van, weet je, de geschiedenis wordt ja, gewoon in een RTS teruggehaald, wordt gewoon verteld en ik heb er best wel veel van geleerd. En zeker ook bij geschiedenis destijds. Dat ik dacht van, aha, dit heb ik uit Age of Empires. Dat is super vet. En ik denk dat dat daarom wel een van de tofste DLC's is. Ook gewoon omdat Age of Empires 2 de beste game ooit gemaakt is. Tot op heden, vind ik. Mijn mening. Dus die is het meest bijgebleven. Dus ik vind dat een hele goede, heel verhalend, heel leerzaam. Nou, daar heb je het, onze favoriete stukjes DLC. Dus de stukjes games die niet bij de game zelf kwamen, maar toen vervolgens wel gedownload werden en we er hebben van genoten. Yay! Heb je zelf ook zoiets waarvan je denkt van, oh oké, dat was echt de beste DLC die ik ooit heb gespeeld? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd naar jullie antwoord op de vraag van deze week. Beetje discussie creëren is helemaal prima. Wat nog beter is, is natuurlijk ook een nieuwe goede vraag voor volgende week achterlaten. Dus sowieso, we hebben een heleboel leuke goede vragen al in onze backlog staan. Als je vorige week een leuke had, of je had eerder al een keer een leuke, maar we hebben hem nog niet behandeld, drop hem gewoon nog een keer. Niet Nick, meneer, heeft het gedaan en hij heeft ermee gewonnen, dus jee. Dus ja, ga voor die oneindige internetfame en stel ons een toffe leuke vraag. Dan zijn we er misschien volgende week wel weer terug om jouw vraag te beantwoorden. Dus without further ado, ik was Tom van Gamersnet.nl. Kom eens een keer langs en tot ziens.